Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Deze groet vent, die heb ik al klaar. Nou, papa heeft die al klaar. Eigenlijk zou Niels vrij zijn, maar er was nog iets niet helemaal af. Dus die is nog even naar zijn werk om het af te maken. Maar voordat hij dat gaat doen, heeft hij eerst Liam meegenomen en Jordi. Want natuurlijk moeten ze ook gewoon naar school. Dus Liam wordt door Niels naar school gebracht en Jordi wordt naar school gebracht. En deze grote vent ga ik zo naar school brengen. Maar eerst heel eventjes uitpuffen nog. Ja, ik ben gewoon moe. En ik moet nog tot vandaag. Want we gaan de 11e van de 11e vieren. Voor de mensen die niet weten wat het is. Dat is het begin van carnaval. Dus dat. Ja, dat is wat we gaan doen. En ik ga straks van alles klaarmaken en alles. Want de kinderen gaan ook nog eens een nachtje naar opa en oma toe. Ja, ik heb Sam weggebracht. En ik ben even naar de winkel geweest. En ik moet om 10 uur even een to-go box halen bij de bakker. Wat ik eventjes jullie mee wil nemen. Ik vind het altijd wel grappig. Iedereen ziet me al met kinderen. En als ze me dan een keer zonder kinderen zien, gebeurt er dit. Hé, hey, waar zien die jongen van jou? Op school, hoezo? Gaan die nou al naar school, ja? Ja, die gaan nou al naar school. Tenminste, dreumesklasje en peuterklasje en Jordi gaat naar school. Ah, die gaan lekker puien, niks voor eigen. Nou ja, ik doe gewoon wat huishouden en dat soort dingen. Oh, juist, ja. Ja, dat moet ook gebeuren, hè. Maar ja, hè, nou, het is in ieder geval schoon voordat ze komen. Ja, dan kunnen ze het ook weer vies maken. Nou, dat is dus wat er gebeurt. Als ik een keer zonder kinderen loop. 9 van de 10 keer zelfs. Zelfs als mijn kinderen thuis zijn. En ik even snel naar de winkel ga en Niels is thuis. Maar nu ga ik heel eventjes flesjes afwassen. Ik heb al was aanstaan en ik moet vanaf doen. Ik heb weer eens een to-go ding gehaald bij de bakker. Wat zit er allemaal in? Het is bruin brood met zaden. Het is gewoon tarwebrood. Dit is volgens mij... Volgens mij zit kaneel eierkoeken. Het zijn gewone eierkoeken. En dit is ook iets met rozijnen. En volgens mij zelfs noten. Dus al met al voor 4 euro vind ik toch best netjes bij een bakker. Nou, zoals jullie zagen, Jordi zijn bed staat klaar. We zijn zonder bombarie naar buiten gegaan, zodat ze ons niet meer zagen. Ja, dat. Ik heb, we hebben alles klaargelegd, alles in orde gedaan. Wat moesten we nog meer doen, Niels? Naar huis rijden, klaarmaken en zuipen. Nou, dat. Een hele goede morgen. Mandy, je hebt gisteravond niet gefilmd. Nee, nope. Was niet verstandig. Nope. We hebben goed gedronken. Dus ja. Dat. Nou gaan wij onderweg naar de IKEA. Want mijn ouders hebben natuurlijk een cadeautje die ze doen voor die grijze dakduif. Maar die komen nooit bij de IKEA. En ik heb iets van de IKEA dat ik wil. Voor de kinderen. Woehoe. En dat is waar we nu heen gaan. We moeten gelijk even een broodje halen daar. En daarna komen we thuis. En dan ga ik opruimen, want het is één grote dievenbende. Van het ontbijtje bij de IKEA zijn we gelijk de IKEA ingelopen. Ik wil al heel lang andere kussens. Nou, die hebben we. En we hebben dit setje. Dit setje,
krijgen mijn kinderen van die grijze dakduif. Van mijn ouders. Dus ja, dat setje hebben we nou gekocht. Mochten we gelijk neerzetten, want ze hadden nog een paar andere cadeautjes. Voor de kindjes. Dus die staan dan al. En natuurlijk, ik ga mijn Sinterklaasboom opzetten. Dat ga ik doen. Dus daar ben ik ook nog mee bezig. Want ik zag al in de reacties, ik mis de Sinterklaasboom. Ja, ik heb zeker datzelfde plan om weer te doen. Dus daar ga ik ook mee aan de slag. Ja, maar ik zie niet wel wat gaat er gebeuren. Ik ga niet onderweg naar huis met de etters en dan kijken of dat we het halen om iedereen wakker thuis te krijgen. Denk het ook niet. Ik heb er een hart. Komt goed. De kindjes liggen in bed. Papa zit op de bank. Mama zit op de bank. Ik ga zo nog eventjes de spulletjes verder opruimen. Ik heb al heel veel opgeruimd hoor. Maar er moeten nog even een paar dingetjes opgeruimd worden. Mijn boompje. De kindjes vonden het leuk. Die stonden echt van. Wauw. Maar ik kon het niet filmen. Want het ging allemaal even heel snel. Dus helaas. Maar goed. Het bed waar Jordi in geslapen heeft. Wil je daar nog iets van uitleg over geven? Ja, het is wel, het past echt bij ons. Ja, hè? Het is een cloudkuddel. En dat is eigenlijk een bed op met luchtkamers, toch? Ja. En daar leg je matras in. Nee, of in ieder geval onder. En met spanbanden zet je het matras aan het bed vast. Ja. En als je wel nou het matras op de grond legt. Maar als je een eenpersoonsbed hebt, dan heb je nog extra spanbanden om aan de poten van het bed vast te maken. Ja. Die er nooit uit kan vallen. Ja. Dus dat is wel echt een uitvinding, vind ik. Ja. Helemaal als we op vakantie willen. Ja, in de verre toekomst. Aankomende zomer. Nee, verre toekomst. Ja. Ja, daar is nog even een discussie voor later. Ja, dat. Maar het is ook fijn voor het ziekenhuis. Ja. Dus, dat je hem altijd bij hebt als er niks geregeld is. Dat... Ja, want in het ziekenhuis hebben ze heel vaak... Ja, ze hebben maar 4 bedden waar Jordi in past. In het radboud, ja. En als al die bedden bezet zijn, ja, dan moeten we iets anders hebben. Ja. Dus dit is voor de veiligheid van Jordi ook fijn. Dit was een proef iets. Daar hebben we €60 voor betaald, toch? En om een nachtje te proberen. Dus ja, wij zijn wel overtuigd dat we die willen. Dus we gaan kijken of we dit vergoed krijgen via zorgverzekering, WMO of hoe dan ook. En anders dan gaan we hem proberen zelf te bekostigen. Maar dat wordt centjes sparen, want zo'n ding is niet goedkoop. Wat kost zo'n ding? Om en nabij de €1000, toch? Ja, meer dan €1000. Meer dan €1000? Dus dat wordt sparen. Dacht ik. Goedemorgen. We zouden eigenlijk niks voor een schoentje doen. Maar ze hebben geen schoentje gezet. Maar we hebben wel een cadeautje. Dus gaan we daarmee beginnen, toch? Hij heeft al heel wat cadeautjes uitgepakt. Ja, mijn boom is leeg. Ja joh, ik moet gewoon nieuwe maken. Liam, Sam. Liam, Sam, kijk daar. Wat is dat nou? Wat is dat? Wat is dat hier? Kijk. Wat is dat nou? Ga je kijken. Wat is dat nou? Liam. Liam, kijk eens. Daar. Ja, daar. Een cadeautje. Zie je dat? Yay! Ja. Cadeautje. Kom maar pakken. Goed zo. Doe maar pakken.
dat? Wauw. Ja, wauw. Wauw, is dat de politie? Heb je een politieauto? En heb je brandweer? Appel. Nee, niet een appel. Brandweer. Ja, brandweer. Een Emiel-auto. Ga je dat nou met je mond doen? Mama even helpen. Mama doet helpen. Ja. Mama krijgt het ook niet voor elkaar. Kom maar. Ja, ik trouw dit ellende, dus dat is hier ontstaan. Auto. Wij kennen niemand die politie is, dus ja. Dan is dat op deze manier. De reden dat Jordi geen cadeautje krijgt, is het interesseert hem gewoon helemaal niks. Liam en Sam interesseert dat veel meer dan dat Jordi het interesseert. Dus vandaar dat Jordi niks heeft, maar Jordi krijgt altijd tussendoor, wanneer hij iets nodig heeft, krijgt hij het gewoon. Zelfs als een speelgoedje kapot of wat dan ook, krijgt hij die gewoon gelijk vervangen. En dan krijg je die twee natuurlijk niet. Dus ja, er moet wel een kleine speciaal iets in zitten. Maar ja, ze zijn er hartstikke blij mee. Maar Jordi komt echt niks tekort hoor. Dat beloof ik jullie. Welke dag is het eigenlijk vandaag? Het is zondag. En wat doen we altijd op zondag? Lekker samen ontbijten. Hey Jordi. Ja, papa doet jouw bril en dan kunnen we eten. Liam die wil niet slapen, maar hij wil wel lekker spelen. Deze had mijn moeder nog liggen en Liam was er helemaal dol op. Dus ze zegt neem maar mee, dan kan hij er thuis lekker mee spelen. Hij is lekker krentjes en abrikoosjes aan het eten. Is het lekker hè? Sammy ligt te slapen en Jordi is hier. Jordi heeft inmiddels een nieuw autootje die hij leuk vindt. Dat autootje. Dus we zijn benieuwd hoe dat het gaat lopen daarmee. En papa zit daar. Op zijn kont. Heb je genoeg gehad? Maar je hebt hem op. Hij zit, ja, een beetje na. Maar in principe, hij zat tot de nok toe vol. Dus hij heeft hem op. Ik ben even naar de winkel geweest. Ik had bloemkool. Had ik nog. Ik had nog aardappelen. Dus we eten bloemkool en aardappelen. En tartaatjes en Duitse biefstuk, die heb ik gehaald. En daarbij eten we champignonsaus als sausje. Ondertussen zit Liam lekker tablet even te kijken. Jordi zijn wil hem wakker houden, want doordat hij 's nachts wakker wordt, et cetera, heeft hij geen ritme. Is hij gewoon, weet ik veel. En Sammy is wakker. Sammy zit lekker te spelen en lekker zijn ding te doen. Wat heb je in je mond? Wat heb je in je mond? Dank. Hij weet dat als hij iets in zijn mond heeft waar niet mag, dat hij het af moet geven. Daarom is het ook niet moeilijk om te zeggen tegen hem dat iets niet mag. Want hij weet het. We hebben de kindjes hun billen gewassen. Ik heb mijn eigen billen ook maar even gewassen. Ze liggen nu op bed. Dus tijd voor een ijsje. Jouw ijsje ligt op Sam zijn tafeltje. Liam heeft de boom net uit elkaar getrokken. Dus die kan ik daar ook weer even gaan doen. Yay! Nou, we hebben nog wat meegemaakt. Liam heeft de boel ondergespuugd.
Hij was niet ziekjes, toch? Nee. Maar daar hebben we dus allemaal weer opgeruimd, was aangezet, et cetera. Dus nu is het tijd om lekker naar bedje toe te gaan. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.